geplenst in Arnhem bij de start van de vierde etappe. Gisteren nog een broeierige hitte en nu, met het sombere gezicht van Jacques van der Poel, een koude regen. Er hangt mist, de wereld is klein. Maar de natuur kent geen erbarmen voor het peloton. 96 renners tekenden het startblad in deze vierde etappe Arnhem-Tilburg over 163 kilometer met Jelle Nijdam nog altijd in de leiderstrui. De aanloop naar de eerste bonificatiesprint op de Grebbeberg in Rhenen, een historische plek. Dat was na 26 kilometer. Jacques Hanegraaff trekt de sprint aan voor Louis de Koning, althans hij probeert hem te lanceren, maar aan de linkerkant is daar al Rob Harmeling. Aan de rechterzijde zien we nog even Frans Maassen. Dat waren de posities in de sprint die 3, 2 en 1 seconde bonificatie oplevert. Hanegraaff nog steeds op tempo, Maassen gaat naar voren, maar anderen schuiven in. Onder wie dus Rob Harmeling hier, die de grote versnelling heeft geschakeld. Hanegraaff gaat door, de Koning geeft af. Links is Harmeling, rechts Maassen. En daartussendoor wringt zich Peter Pieters. En Pieters, de sprinter, pakt de 3 seconden voor Rob Harmeling. En dan wordt Maassen nog net gepasseerd door Sean Yates. Dat was de sprint op de Grebbeberg. En dit is Peter Pieters, vierde in het algemeen klassement. Het peloton valt in waaiers uiteen. En hier rijdt Greg LeMond aan het hoofd van dit groepje een gaatje dicht. LeMond staat 27e in het algemeen klassement. Hier de Amerikaan. Het was dus nat, glad en gevaarlijk. Maar wonder boven wonder bleven valpartijen uit. De renners waren uiterst voorzichtig en stuurden behoedzaam door de bochten. Achter het peloton vindt dan een merkwaardige en lange conferentie plaats tussen Greg LeMond, wielrenner bij het Franse Z, en Henny Kuiper, loopleider bij het Amerikaanse Motorola. Sponsor Z van LeMond stopt aan het einde van het seizoen en dan komt LeMond vrij. Zijn we hier getuigen van een sollicitatiegesprek? Waar ging het over? Nou, het ging over het wereldkampioenschap, nee. Over de selectie. Ik dacht dat hij volgend jaar kopman wordt van jouw ploeg Motorola. Publicitair is natuurlijk Greg LeMond de beste renner die je in je ploeg kunt hebben. Maar er zijn een paar zaken die meespelen. Zoals? Financiën. Vraagt ontzettend veel geld. Is dat misschien wel waard? Maar dan moet je een sponsor als Motorola kunnen overtuigen dat hij dat waard is. Hoe groot is de kans dat LeMond bij jullie komt? Geef eens een kansberekening. Ja, op dit moment 30%. LeMond gaat door met het peloton. En ondanks het slechte zicht houden we oog voor monumentale molens. De Betuwe is trouwens de streek van het fruit. De oogst is rijp, je plukt in alle rust op een ladder je appels en dan dendert dit circus voorbij. Af en toe moet zelfs de profronde wijken voor het verkeer. Het peloton wordt gedirigeerd naar een E-weggetje en probeert in het goede spoor te blijven. Er wordt afgezien in het slechte weer. Van vluchtpogingen, zoals in het begin van de etappe, is dan ook geen sprake meer. De renners blijven bij elkaar. Er ligt modder en andere troep op de weg. En vooral de brildragers ondervinden hiervan veel hinder. De bril van de Fransman Gérard Rouët moet door zijn ploegleider Kielfin worden schoongemaakt. Zodat Rouët de Betuwe weer wat helderder kan aanschouwen. Trouwens ook Erik Knuvers is getekend door het slijk. In Kaatsheuvel vindt na 129 kilometer de tweede en laatste bonificatiesprint plaats. Hier komt Rob Harmeling, die heel sterk was, voorbij en wint de 3 seconden voor Peter Pieters en Yates. Rob Harmeling staat 10e in het algemeen klassement en op die manier sprokkelde hij vandaag toch weer 5 seconden winst bij elkaar. Hij rijdt sterk, dat bleek ook al in de tijdrit gisteren, waarin hij een prominente rol vervulde. In Tilburg moeten dan nog 3 plaatselijke ronden worden afgelegd. Het tempo gaat omhoog onder druk van Wilco Zuiderwijk en Jacques van der Poel. En dan komen aan de leiding Robert van de Vin en de oude Henk Lubberding. Aan 55 km per uur wordt er door de straten gejaagd. Maar op 800 meter voor de streep plaatst
Rob Harmeling een demarrage. Hij houdt luttele meters over en wint deze vierde etappe voor de Italiaan Andrea Leoni, Nelissen en Peter Pieters. Hoe kon dit bij dit razend hoge tempo? Dat is een kwestie gewoon van veel jaren afzien. En daarbij gewoon goed eten. Bordje Bambix morgens en dan gewoon hard trappen. Nee, maar in de Tour heb ik sowieso gekund in Bordeaux en toen was de vorm uitstekend. Ben ik op het einde ziek uitgevallen en daarna criterium circus ingegaan. Daar ging het steeds weer beter in en ik werd geselecteerd voor de WK. En ik wilde kost wat kost mezelf bewijzen dat ik ook goed was voor het WK. Dus onderweg deed ik nadrukkelijk mee voor de bonificatiesprints om mijn vorm gewoon aan te testen. Gisteren in de tijdrit ging het al aardig en ik voelde gewoon dat zoiets weer erin zat. En ja, winnen komt in de wielersport al weinig voor, vooral voor mij. En zoiets is prachtig, ik pak mijn beide handen aan. Vanuit een ander camerastandpunt zien we nog eens de fraaie overwinning voor tien en tienduizenden mensen van Rob Harmeling. Het was de vierde zege in zijn loopbaan. Na vier etappes leidt Jelle Nijland nog altijd het algemeen klassement. De Fransman Thierry Marie staat tweede op 41 seconden. Derde is Peter Pieters op 47 seconden. Maassen is vijfde, Breukink zesde. En Rob Harmeling is opgeklommen naar de achtste plaats.